Ed, soms heb je van die klussen waarvan je denkt, hoe dan? Ik heb hier een gevalletje lederschade. En lederschade van het ergste soort. Ik zal zo even de camera oppakken en dan zal ik je laten zien wat ik bedoel. Er is al meerdere keren getracht het leren op kleur te brengen en reinigen en de kleur verwijderen. Met het gevolg dat er bijna helemaal geen kleur meer op de stoel zit. En zodanig vlekkerig is dat ik de stoel moet gaan schuren, ontvetten en een aantal keren lakken. En dan heb ik ook nog eens de pech dat hier en daar ook nog, hier en daar nog wat zwart stiksel zit. Tenminste, dat hoort van origine zwart te zijn en is inmiddels wit uitgebeten. En er zit nog wat wit stiksel aan de zijkant. Aan mij de taak om dit te gaan herstellen. En ik ga dit doen in het volste vertrouwen dat dit gaat lukken. Want ik ben en blijf afhankelijk van oude chemie die in het leer is opgeslagen. En dan heb ik het namelijk over oude vetten, oude verven, oude reinigingsmiddelen. Want er is getracht het leer te reinigen met tinner. En dat is nou niet een van de beste oplossingen om daar leer mee schoon te maken. En zeker niet om oude verf te verwijderen. Want leer is een natuurproduct. Het is een huid, een dode huid. Genoeg te lezen op mijn website daarover. Voor mij het verzoek om de boel te gaan herstellen. Ik zal even de camera oppakken en even laten zien wat de schade is. Nou, daar gaan we dan. Kijk. Nou hoop ik dat het op beeld een beetje overkomt zoals ik het in real life zie. Een voel. Ik had de luchtreining al achterover liggen. Dan gaan we even naar boven toe naar de hoofdsteun. Kijk, daar is men ergens gestopt met verven. En de schade is groot. Maar goed, dat maakt ook de uitdaging een stuk leuker. Hier heb ik het over stiksel wat zwart hoort te zijn. Nou, dat is onmiddels doordrenkt door oude verf. Dus even kijken wat we daar nog van terecht kunnen breien. En hier in een hoekje ook. Is ook niet zoals het zijn moet. En dat geldt hier eigenlijk op dit stuk ook. Behoorlijk. Nu weet ik wel dat wij in Nederland altijd hebben zoiets van, ik ga het eerst zelf proberen met allerlei middeltjes en dat soort zaken. In de hoop het zo goedkoop mogelijk op te kunnen lossen. Maar met gevolg dat je dus dit soort negatieve resultaten kunt halen. En dat is eigenlijk zonde van je tijd en van je geld en van je energie. En er zijn er in Nederland genoeg specialisten die dit soort werk kunnen opknappen voor je. En ik weet ook wel, we zijn Nederlanders, we zitten graag voor een dubbeltje op de eerste rang. Maar ik zeg altijd maar zo, wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost. En in dit geval kost het een stukje meer als het zelf aan de slag gaan. Door middel van het aan de slag gaan met eigen middelen en producten. Maar goed, genoeg daarover. Ik ga aan de slag. De stoel heb ik inmiddels lichtelijk opgeschuurd. Ik ga hem nog een keertje verder schuren. En dan ga ik hem ontvetten. En dan ga ik eens de verf eens mengen zoals ik denk dat die moet zijn. En ik meng de verf op gevoel en op oog. Ik heb geen stalen die ik gebruik voor zoveel gram dit, zoveel gram dit, of zoveel milliliter zus of milliliter zo. Ik heb de formules, hoe ik de kleur moet maken, redelijk goed in mijn hoofd zitten. Dus ik doe alles op gevoel. En dan zou je zeggen van ja, het is toch een oplossing door gewoon de stoelhoes te gaan vervangen. Echter, dat is een mogelijkheid, maar dan zal je ook het kleurverschil met de rest van het interieur moeten accepteren. Omdat door de jaren heen, door UV-gebruik, schoonmaakmiddelen, reinigingsmiddelen, noem alles maar op, de kleur niet meer origineel is zoals die van de fabriek is. Nu kun je natuurlijk wel een originele fabriekshoes wel weer bestellen, maar ja, dan blijf je alsnog kleurverschil houden. Dus de kracht in deze, voor mij, is in dit geval de verf mengen en net zo lang aftoetsen
en afstemmen op de kleur die matcht met de omgeving. Nou, in dit geval heb ik mijn referentie als zijnde de hoofdsteun, want die is onaangetast. Daar is niets mee gedaan. Dat is originele verf. En dat is verf die ook bijna, of gedeelte van de stoel, die ook bijna geen UV-straling ziet. Dus dat is mijn referentiekader ten opzichte van de middenconsole. Ik ga eens even de naadjes ook nog even uitstofzuigen, want er ligt nog een hoop gruis in van de vorige die getracht heeft om het te reinigen. En we laten even in het midden hoe of wat, maar een leuke klus in dit geval. Ik ga de stofzuiger pakken, ik ga aan de slag, ik heb er zin in. En ik zou zeggen, stay tuned. Zo, het mengen van kleuren. Ik moet het nog iets donkerder maken, ik was al begonnen. En dan denk ik, oh ja, ik zal er ook wel een klein stukje van filmen. Ik gebruik hiervoor deze kleur, vier kleuren. Wit, rood, zwart en oker. En daarmee ga ik de kleur de basis neerzetten. En dan ga ik hem fine-tunen met rood of met zwart of met oker. En dan matching maken met de stoel. Nou, mag iets donkerder. Klein beetje oker. En zo mengen we kleur. Op gevoel. Gevoel voor kleur, dat is wel belangrijk, want ik geef ook, je kan bij mij ook de opleiding volgen voor lederhersteller. En dan eigenlijk het meest cruciale punt is, heb je gevoel voor kleur? Want dat is toch vaak wel een breaking point voor mensen die geïnteresseerd zijn in de opleiding. En als ik dan vraag van, goh, hè, hoe moet je bepaalde kleuren mengen of hoe kom je tot een bepaalde kleur? Ja, dan haken 9 van de 10 toch wel af. Maar goed, dat maakt het vak ook wel op zich wel heel erg mooi en uitdagend en leuk om te doen. Ik ga even verder met mengen, want ik ga je er niet te lang mee vervelen. Maar hetgeen wat ik nu moet in een potje staan roeren met verf. En dan zien we straks weer in een volgende shot. Eerste laagje zit erop. Laat het drogen. En dan nog een keer, een tweede keer. En dan is de stoel klaar. De tweede laag zit er inmiddels ook op. En de stoel is klaar. Ik heb inmiddels het leder gevoed. En de auto kan terug naar de eigenaar. Ik heb tevens ook even het stuur schoongemaakt, want die glom aan alle kanten. En even de auto uitgestofzuigd. Wel zo netjes, denk ik zo. Wat ik in de vorige shot liet zien, is dat de stoel klaar is. Ik heb inmiddels het leder gevoed. En de auto kan terug naar de eigenaar. Loop je nu tegen lederproblemen aan? Instapschade, kale plekken, vlekken, whatever. Zoek eerst contact met een specialist. Ga bij u in de buurt of kom naar Alphen aan de Rijn. En laat me een onderzoekje instellen. Om te kijken wat de mogelijkheden zijn. En op basis daarvan kan ik adviseren, informeren en eventueel een prijsopgave geven. En dan kunnen we wellicht tot een oplossing komen. In ieder geval, dit project is ten einde. De stoel is weer netjes. Die kan weer terug. En ik zou zeggen, weer wederom bedankt voor je belangstelling. En wellicht zie ik je bij de volgende video. Ciao.